In een tuin aan de Beusakker in Someren is maandagochtend tussen 9:30 en 9:45 een dode man gevonden. De technische recherche is bezig met het onderzoek naar de doodsoorzaak van de man. Het is nog onduidelijk of de man door een misdrijf om het leven is gekomen of is gestorven aan een natuurlijke dood. Het gaat vermoedelijk om de 60-jarige bewoner van het huis, die al jaren in de buurt woonde. De man werd gevonden door klussers die zijn dak kwamen repareren. De man had, net als veel andere mensen in Someren, hagelschade aan zijn woning.